Yes, hier is natuurlijk Fishy weer en ik ben hier samen met Remco. En welkom weer bij Wedstrijd van de Week. En deze week gaan wij de Graafschap Cambuur spelen. Op verzoek van Remco, mag ik wel zeggen, toch? De degradatiekraker, want er was ook nog een andere wedstrijd die wel leuk was. Ja, AZ-PSV. Maar ja, PSV, toch? AZ-PSV is het, hè? Ja, maar op zich ook wel leuk, ja. Nummer 2 tegen nummer 3, maar... Ja, dat vond ik heel leuk om een degradatieduel. Waarom moet het altijd PSV, Ajax of Feyenoord zijn, ja toch? Ja, maar dit is toch wel, het is ook wel eens leuk om gewoon met hele slechte teams te spelen. Gewoon met veel minder... Dat klinkt al een beetje fout. Ja, maar ze zijn wel slechter dan PSV, dat zullen ze zelf ook weten. Ja, denk het wel. Maar het klonk een beetje wel van slecht. Nou ja, nee. Maak je uit. Nou, ik ben ook door op de Graafschap, hoor. Ik hoop echt dat de Graafschap erin blijft, omdat ik gewoon veel te zeiden. Oké. Waarom dan? Ik heb iets met de Graafschap. Gewoon naast Ajax op de Graafschap. Ja, weet ik niet. Oké. Nou, vergeet het te liken. Gaan wij naar de wedstrijd. Zo, nou, ik schrok even van de getalletjes. 59 en zo. Ja, dat is allemaal dat ik denk van, ja, Molten Road. Natuurlijk logisch. Wat is het Graafschapstadion ook weer? De Vijverberg. Ja, Vijverberg. Ja. Het team gaat in. Zo, mooie paas. Je begint goed, je begint meteen goede paas, zie ik. Jezus! Ja, nu ga je het echt merken dat paas gewoon echt fucking kut is. Dit is de formatie waarin Cambuur van start gaat. Nou, dat voetje! Dat voetje was eng! Zag je het? Ja, ik kan het. Ik ben er nog. Nee! Oh my god, dat voetje was eng! Hij deed even zo van, zo'n, hoe heet zo'n ding? Zeg maar een voetje ertussen gewoon. Ja. Ja, het klinkt, zo'n pootje uitsteken. Ik kwam niet even op de naam. Maar ja, je zag ook meteen dat de afweging gewoon lekker goed is bij die spelers. Want deze moet natuurlijk gewoon meteen hangen. Oh nee! Oh, lekker. Oh my god, zeg. Oh, nou. Je begint lekker aan de wedstrijd. Ja, ik zit er lekker in. Kan dit? Kan. Oh, als hij rood kreeg, was meteen mijn beste man van het veld. Oh, dat is een eensbal, Chris. Maar het is moeilijk, Dan krijg ik de bal weer niet weg. Oh! Dat was een rare tackle, ik was er lang voorbij. Maar bij mij slaat hij automatisch zijn man over. Ja, ik vind het op zich best nu, maar... Nou, weer! Oh, Chris! Ja, als die erin gaat, dan haalt het echt op, hè. Gewoon een teenkruising, hè. Gewoon, dan wel. Ja. Dan wel, hè. Nee! Oh! Als ik jou raak, joh, dat is het zo. Nou, de keeper! Hij lag er gewoon in bereik, zeg maar. Even één ding, hij zat er wel lekker in, gewoon, vond ik. Ja, ja, hij is zo'n mooie bal, een stuiter zit erin. Ja. Een beetje een kutballetje voor die keeper, hoor. Ja, dat is gewoon een blunder van de keeper. Smeets! Kennen we niet, maar het zal wel. Kijk. En ik hoor heel goed, gebeurt lekker op tijd. Ja. Wat is er met de lek aan de hand, jongens? Dat weet ik niet. Surfers, denk ik. Ja, dat hadden we niet in de ring, maar... Jongens. Ik zie hem zo, toch? Ja, ik zag hem ook zo erin gaan. Ik denk, ja, als dat ineens, ineens Messi is of zo. Nou, tikkie, hoor. Gaat hij voor een schot? Oh. Hij is geblesseerd, hij ligt dood. Hij blijft liggen! Oh, kijk hem eens een pirouetje doen! Ja, ze lopen echt niet lekker mee hoor, jezus! En ligt mijn speler nog steeds, of niet? Of nee, nee, hij is opgestaan. Oeh! Oh, nee! Oh! Keeper! Ja, die keeper is ook op de lijst staan, die is niet fuck! Zeker. Counteren. Kom op, countertje. Barto. Oh, nou die jeugd, jongen. Ik heb weer geblesseerd. Door het schot, hè. Dat zijn ze niet gewend natuurlijk. Dat schiet op doel. Oh. Nou, heb je ook niet geluk, hoor. Gewoon onderkantje lat, dan... Dat is toch domme. Zo, zie die scharen. Jongens, je had het dan ook niet verwacht, hè?
Oh, jongens, ga. Nah, er was niks aan de hand. Nah, viel over mijn been, hoor, van ik. Nee, geen geel. Zo tot nu toe, dat ik denk van nou, geen geel. Wedstrijdje. Ja, toch? Tot nu toe, hè. Oh, blessure. Nou, dit is gewoon een zachte paas. Je zag het in mijn... in het tekentje onderin. Wat gaat hij doen met die bal? Oh, lekker keeper. Ik vraag me alleen terug of jij hem net schoot dat ik hem aanraakte. Nee, ik schoot hem, maar je werd een beetje geblokt. Ja? Oh nee! Ik slam vast, ook gewoon weg met de keeper. Oeh! In ieder geval 1-0 voor. Kijk! Ja. Ze beginnen aan de tweede helft. Nou, ik heb voor de tweede keer de aftrap. Dat is lekker, hè? Dat is wel het goed gevoel. Toch even een beginbal bezit. Ze zitten helemaal. Geit, dat was een man die door moest lopen. Zo! Dus een vrij... Hallo! Mooie plek voor een speciale... Maar ik krijg hem. Ja, terecht. Komt-ie. Ze moeten... Ah! Ja. Doe hem nog maar een keer, hè? Zo. Dat er in ieder geval spot op doel is, dan. Dan schiet hij. Hé? Ja. Wat is dat dan weer? Ja, daar gaat hij zo weer, hoor. Dan is het er even op kijken. Nee, hij is niet zo snel als zijn neefje volgens mij. Oh! Ja, en nu. Nee! Zo'n goal! Zo'n goal! Via de rug! Toch? Binnenbrand. Oh, ja, ik ben stom ook. Ik had allemaal... Ja, via mijn kont! Nou, weet je, dat is heel raar in ieder geval bij zit. Jezus. Heerlijke goal natuurlijk. Prachtig uitgespeeld. Oké. Ah, net een goede kop. Goede, goed getimede kopbal. Oh, scheids! Nou, was knoepert hard op de bal. Ja, weet ik. Maar... Die niet. Oh, het kwam er al bijna aan, hoor. Nou, jongens, die aanname is op die passing. Oh, Cabaselli. Oh! En, we hebben staat uit te vissen. Oh, nee. Ze toonden veel geduld. Oh! Balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Nou, kom op nou! Nee! Dat is echt... Bij elke andere club was het goed gegaan. Kom, switchen. Nou, bij jou lijkt het ook wel een te plakken, man. Godverdomme! Oh nee! Net het achterlijke tetje van de paven ertussen. Nou! Heerlijk. Wat doet hij? Ja, ik gleed door. Nou, schijt. Ik wil echt een lang de bal nog. Ja. Foutje. Berna! Oh. Ja! Wel een goede keeper, dat mag gezegd worden. Het is een leuke wedstrijd, het gaat alle kanten op en door de redding blijft het gelijk. Corners komen gelukkig altijd aan. Nee, niet achter hem. Zo, scheid! Hup maar! Ik krijg die bal even niet meer. Gele kaart, vrije trap. Deed van een paard of niet? Het zou wel eens gevaarlijk kunnen worden, Evert. Hij neemt de vrije trap. Nou, die vrije trap is echt verschrikkelijk. Krijgen we een instant counter, 1 tegen 4. Oh, wat een aids-aanname! Dat is toch echt niet normaal? Nee, jongen, wees sneller. Je moet op tijd vertrekken, dat weet je toch. Oh nee, loopt zo kaar in de weg. Oh, come on nou! Normaal gesproken is het echt een mooie bal. Oh. Dat is ook een mooie bal. Keep zetten voor de goal. Oh. Nou, echt, mijn schoten zijn echt aids met die. Ja. Die is gewoon echt verschrikkelijk. Nou, stuit het... De man! Kom op! Oh my god. Nee! Weer tetje van de paard. Boom! Oh! Direct geschoten. Kom op. Een kantje. Ik moet ervoor liggen. Nee! Hij is te kort. Ja, de kutgas is helemaal vrij daar.
Fucking hell! Come on! Ho-ho! Ik moest te veel afdekken, anders was ik niet helemaal vrij. Ja, de keeper lijkt ook een smal in. Weer iemand die een beetje handen mag gebruiken. Kastje Peter. Die eigenlijk rood had moeten hebben. Ja, dat is echt. Kom op, kick of glitch dan. Nah, schijt. Ja! Effectief gespeeld deze wedstrijd. Echt in de laatste minuut nog, hè. Dat zijn de lekkerste. Dat zijn de lekkerste. Kastje Peter is 4 schoten. Ja. Nou, jongens. Wat hebben we? 12 schoten, ikke. Oh, nou. 12 schoten op doel. Weinig bafte dingen, zeggen we dan. Ja, eigenlijk wel. Ja, je hebt meer bal zit, maar ja, je hebt die aftrap, hè. Jongens, vergeet niet te liken. Tot de volgende keer, bye bye. Later.